Hallo kijk, zo liefde. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prison Architect. Vooral alleen ben ik hier gebleven. Waarbij we even zien. Wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan? Volgens mij sowieso de wapenkamer hebben we uitgebreid. En volgens mij hebben we dit een beetje afgemaakt. Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer zeker, maar dat maakt het precies niet veel uit. Deze aflevering wil ik in ieder geval de kennel een beetje gaan uitbreiden. Net dus de... zie de hondenhokken. Oh, ik heb net allemaal... persoontjes weer binnen, gevangenen. Dat is ook helemaal top. Zou ook de honden, wie hier zitten, ook een beetje gas geven? Zodat ik dan de verdering gewoon weghaal, zodat ze dan gewoon nog een beetje open lucht hebben. Laat ik toch wel doen. Honden vinden dat lekker. Dat vind ik wel een grappig idee. Om mooi gras van maken. Is dat die onder de kennel? Die mag weg. Ik wil ook nog even... Oh god, jezus. Ik heb sowieso wel meer bewakers nodig. Behalve wat ik ook nog wil hebben, is nog een extra veilige omheining. In ieder geval... voor het meeste gedeelte... om onze gevangenis heen. Ik ga deze natuurlijk nog eens een keer uitbreiden, dus dat... is dat is natuurlijk anders, maar... dat komt allemaal goed. Want dat wil ik natuurlijk even doen om niet zo vaak... dat de mensen gaan ontsnappen, maar eerst wil ik even wat meer voetbaltrainers. Ik ga gewoon voor 25. Heel wat minder inkomen, maar dat zal op zich niet veel uitmaken. Ik doe er gewoon eentje sowieso in ieder celblokje. Ik had het 25, dus ik heb er nu 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Zet ik er hier nog 2 neer, 16, 17, hier nog eentje, 18. En de rest, dan zet ik er hier nog wel 2 neer, hier nog wel eentje. Even kijken, heb ik nog meer beschikbaar? Nee, oké. Okay. Top, dan hebben we dat in ieder geval ook alvast geregeld. Als eerst wil ik de buitenlands belastingsparadijs regelen. Zodat we dan natuurlijk wel wat meer inkomen kunnen krijgen, want de 900, daar gaan we echt niet meer redden. Dat is wel heel duidelijk. En ik heb zo ook natuurlijk wat meer... van de wakers nodig, dus dan wil ik waarschijnlijk even richting de 100 toe maken, want al die lijken en alles, de lijkwagens, die hopen allemaal zo erg op dat het niet echt weer gezond is, dus dat moet ook allemaal geregeld worden. In ieder geval, ik ga even rond de 100 zoekje even regelen. Zodat ik toch zeker ben dat er geen tunnels zijn gegraven of worden gegraven wanneer we aan het praten zijn. Dat is natuurlijk ook wel handig. Ik wil wel apart dat ik ben minder dan 200 gevangen op het moment heb, maar dat komt natuurlijk wel weer goed. Ik zit er even over na te denken. Nee, ik wou even misschien hier de gang doortrekken, zodat ze wat makkelijker van de celblok naar de douche kunnen, maar volgens mij... Oh, nee, dat is ook niet, want ze kunnen niet op personeel rijden. In ieder geval, we moeten ook echt wat doen aan die behoefte. Slaap. Zouden ze wat meer
slaap kunnen geven. Heel handig. 1 uurtje minder douchen aan beide kanten. Dan schuif ik het gewoon een beetje op, dan maken we hier douchen van. Hier eten. En dan hier luchten. Dus nog wel een beetje werk. Ja, niet heel veel. Dus dan doe ik gewoon hier eten van maken. En dan gewoon hier werk op vrije tijd. Dat maakt dan op zich niet veel uit. Eigenlijk moeten ze wel een beetje laten verschillen per gedeelte. Dus laten we dat maar eens even doen. Minimaal beveiliging. Dan wil ik ze op verschillende momenten wil ik ze laten douchen. Dus dan gaat eerst de ene gedeelte gaat dan eten en dan de andere gedeelte gaat dan douchen. Dat is wel heel erg handig. Dat geldt dan ook hiervoor. Dan gaat de een eten, dan gaat de andere luchten. Nee. Gaan jullie luchten en dan gaan jullie dan douchen. Zodat dat dan ook nog een beetje verschil is. En dan wil ik dat ook een beetje voor de maximale beveiliging. En dan ga ik ook gewoon de celdeuren voor de maximale beveiliging opsluiten. Af en toe. Zo nu en dan. Oké, even zien. Ja, werkvrijheid is dan gewoon op hetzelfde moment. Dat hoeft natuurlijk niet anders gewoon. Oké, ik maak hier in ieder geval de celdeuren opgesloten. Maximaal beveiliging, die krijg je dan. Wat minder slaap. En dan krijgen ze hier. Nou, even denken hoor. Krijgen ze daar dat ze mogen luchten. Dan zullen deuren opgesloten. Dan werk en dan nog een keer zelf de deur opgesloten. Oké, dan hoeven we dus geen lucht meer te hebben. Dus dan kunnen ze misschien gewoon zo doen. Oh, wat? Oh, dat is een lek ontstaan. Oké, geen zorgen. Oké, dan gaat hier dus de celdeur opgesloten hier worden. Even zien. Krijgen hun dan te eten? Dan te douchen. Dan misschien te luchten. Oké, okay, dan kan ik deze wel weer gewoon slapen maken, denk ik, of zo. Dan iets van. Wat zal ik doen? Hier gewoon eten van maken. Kan ze dat beter met de minimale beveiliging doen. Zo ja. Dat lijkt me toch wel iets beter. En ik heb ook alweer 28.000, zo. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg om 50.000 te halen. Oké, ik ga dit ook even een beetje indelen. Hoeveel minimale beveiliging heb ik eigenlijk? 67 hoog. 57. En hoeveel is ongeveer 1 cellblok, denk ik? 4, 8, 12, 16, 24. 24 is 48, dus 3 cellblokken. En dan hadden we er eentje met 67, als het goed is.
Dus even kijken, 63, oké, okay, dat is wat minder. En dan hebben ze de rest gemixt. Zal natuurlijk betekenen dat er nog wel wat. Oh ja, maar we hebben ook nog 36 lijken, dus dat is ook een beetje een probleem. Eigenlijk moeten we dus even wat meer bewakers regelen. 100. Maakt gelijk een stuk drukker. Kijk, de behoeftes gaan alweer heel erg hoog. Heel erg hoog omlaag, wou ik gaan zeggen. Nee, dat klopt niet. We gaan dus heel wat lager, dus heel. Chill. Veiligheid, ja, dat is niet iets wat ik echt weet hoe dat moet. Nou, eten, dat gaat vanzelf. Hygiëne, dat gaat ook wel vanzelf. Familie, vermaak, komt ook wel goed, denk ik. Sport ook. Vrijheid ook, ja. Het gaat wel goed, denk ik. Iedereen is nu aan het slapen, dus dat scheelt. Niet de bewaker daar naartoe sturen terwijl het helemaal niet nodig is. Handig. Maar niet heus. Oh. Dit is helemaal niet eens. Gevuld met spul. Waarom niet? Had ik toch al lang gedaan. Nou ja, het zal wel. Ik ga misschien alvast voor. Ja, ik wil misschien blauw drukken om het hier nog een beetje uit te breiden. Maar ik denk niet dat het zo handig is op het moment. Ik denk dat het eerst een veilige omheining wat beter is, maar ik kan ze natuurlijk alvast wel gaan tekenen. Zodat we in ieder geval wel wat meer kwijt kunnen. Dan komen we hier gelijk. Dat is niet heel erg fijn. Dat het niet helemaal gelijk komt, anders had ik dat misschien gewoon door kunnen trekken. Nou ja, dan niet. Komt ook wel weer goed. Weer een vandaag. Jezus. Die mensen zijn wel agressief. Oké. Dan wordt er wel een lekkere dikke celblokken erbij. Dat is op zich wel mooi. Oh, er is een tunnel gevonden. Dan maak ik hier gewoon nog een halletje tussen. Een halletje van 3.
zal met die al wat lang. Jezus. En dan hier even mooi. ...272 gevangenen, klopt dat wel? Zie ik net daar bovenin. Ja, ik heb dat... Oh, ik heb mijn 3 lijken. Nee. Oké, dat is niet heel erg logisch. Ach ja, komt wel goed. Je moet maar alvast even richting de 300 gevangenen toe gaan of zo. Of de 350. Ah, 350, waarom niet? Gevangenen heb ik toch een keer nodig. Dan kan ik dat mooi gebruiken voor die belastingen. Dan krijg ik meer belastingen en dan ga ik ook nog een buitenlands belastingparadijs doen. Beetje apart, maar oké. Nee, of ja, misschien wel. Nee, dat ook niet. Had misschien wel leuk geweest kunnen zijn, maar... Misschien kan ik het wel beter zo laten. Dat hier dan ook gewoon de hele tijd van die waakhonden rondlopen. Zodat het niet zo'n kans is dat ze de hele tijd via daar gaan ontsnappen. Hoeveel zal dat eigenlijk überhaupt gaan kosten? Dat is mijn grote vraag. Oh, valt eigenlijk nog best wel mee. Ik had eigenlijk veel duurder verwacht. Maar hey. Als ik dat in deze aflevering dan die buitenlands belastingsparadijs kan regelen, dat zal wel verdomd fijn zijn. Kijk, maar dit komt ook ongelijk uit. Dat is ook een beetje jammer. Ik kan het op zich wel een beetje aanpassen. Twee sterfgevallen weer. Ripperidoos. Dit moet ik nog maar eens even gaan uitvogelen, denk ik. Eigenlijk hoeft het niet eens zo'n halletje ertussen, denk ik. In principe? Nee, eigenlijk niet. Want ja, we hebben eigenlijk al een beetje in het midden. Een halletje. Of ik ga het lekker symmetrisch houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus dat is aan deze kant ook 8 maken. Eentje minder. Zo dus. Niet de hele grote uitbreiding, maar hey. Maakt het wel mooi symmetrisch.
Oké, dan kunnen we in ieder geval die buitenlandse belastingsparadijs gaan doen. Godsamme, dat gaat nog heel wat kosten. Poeh, daar zijn we nog even mee bezig, denk ik. Ik hoop niet meer dat we deze hek nodig hebben, denk ik. Nee, ik ga er niet van uit. Ik sloop hem. Oh, dan gelijk met de deur. De deur die hoeft er eigenlijk ook niet in. Moet ik aarde van maken. Zo. Niemand die er meer wat van ziet. Prachtig. Okay, hoe lang gaat het duren? Oh, 53 uurtjes. Dat is dan best wel lang eigenlijk, als je er zo over nadenkt. Een paar dagen. Kennelonder zijn ze ook lekker even aan het slapen, die hondjes. Let's see if it's seen. Oh, Hamas. Eén heeft het algemeen onderwijs voltooid, maar nog niet geslaagd. Oké. Okay. Nou, maar ik ga nu in ieder geval alvast deze aflevering afsluiten. Volgende aflevering ga ik dus de buitenlandse belastingparadijs in ieder geval unlocken, dus dat is ook wel heel fijn. Zodat ik wat meer inkomens kan krijgen en meer bewaking kan inslaan. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal en dan zie ik je volgende keer weer. Later.